Parlementsvoorzitters uit de Europese Unie komen vandaag en morgen bijeen in Slovenië. Tijdens de halfjaarlijkse EU-conferentie worden altijd grote Europese thema's besproken. Nou, u kunt zich voorstellen, uiteraard staat de situatie in Oekraïne hoog op de agenda. Daar gaat het dus over en uiteraard zijn ook de voorzitters van onze kamers daarbij. Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, is dus in Slovenië. Maar ook de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antonie Bruin. En wij hebben op dit moment verbinding met hem in Slovenië dus. Goedemorgen, meneer Bruin. Jullie bespreken ook de rol van de Europese parlementen in, nou ja, ook de situatie in Oekraïne. Wat is dan die rol? Ja, ik neem vandaag en morgen samen met mijn collega Vera Bergkamp van de Tweede Kamer deel aan de conferentie van voorzitters van nationale parlementen in de Europese Unie. Dat zijn dus veel Eerste en Tweede Kamers van die 27 landen. Dat vindt al heel lang elk jaar plaats en daarbij leren we ontzettend veel van elkaar. En de hoofdthema's zijn vandaag en morgen eigenlijk de rol van parlementen in crisissituaties en de rol van de Europese Unie als garantie voor stabiliteit, veiligheid en welvaart. Nou, waar moet je dan bijvoorbeeld concreet aan denken? Als we terugkijken naar de coronacrisis, maar ook naar de huidige crisis waar sommige landen in zitten, zoals Oekraïne. Hoe hou je een parlement overeind in zo'n crisis? En bij corona gaat het dan bijvoorbeeld om digitalisering, artificial intelligence. Dus kijken we met elkaar terug en wat leer je dan van elkaar? Want je hebt dat toch niet allemaal op dezelfde manier gedaan. Ja, wat is dan die rol als we het dan hebben over Oekraïne? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, daar was ons eigen parlement natuurlijk als een van de eerste acties van de vijand uitgeschakeld op het Binnenhof. En nu in Oekraïne staat dat parlement ook onder druk. We hebben dat ook gezien op de televisie. Ze zijn daar met moeite en onder groot gevaar hebben ze daar nog vergaderd. De voorzitter van het Oekraïnse parlement, Ruslan Stefantjuk, zal ons ook morgen toespreken via een videoverbinding. En daar zullen we dus van hem horen hoe nou concreet het zo moeilijk is om dat parlement draaiende te houden en wat we daar ook weer van elkaar kunnen leren. Nou is die conferentie dus halfjaarlijks. U bent daar ook vaker dus aanwezig. Maar maakt het het anders nu er een oorlog gaande is op het grondgebied van Oekraïne? Ja, natuurlijk, want je realiseert je met elkaar weer niet alleen dat zo'n oorlog verschrikkelijk is, maar dat ook het onder druk staan van de democratie en het parlement, waar wij dus verantwoordelijkheid voor dragen, mede voor dragen als voorzitters, dat dat ook uiteindelijk cruciaal is in het functioneren van een land en in het verdedigen van de vrijheid van mensen en de vrijheid van meningsuiting. Dat gaat via een parlement. En als er dan ergens zo dicht in de buurt een echte oorlog plaatsvindt, dan realiseer je eens te meer wat ontzettend belangrijk het is dat wij als voorzitters ook met elkaar in gesprek blijven op dit soort korte conferenties en met elkaar bewaken eigenlijk vanuit onze rol dat zo'n parlement ook echt goed functioneert. Dank voor de toelichting, Jan-Antonie Bruin, voorzitter van de Eerste Kamer vanuit Slovenië dus. Ja, mevrouw De Lange, u bent natuurlijk Europarlementariër, dus u spreekt heel veel met verschillende lidgenoten, landen dus, over hoe je politiek bedrijft. Zijn er bepaalde dingen die u op zijn gevallen die heel anders zijn tussen lidstaten? Allereerst de snelheid waarmee, als het echt nodig is, er besluiten genomen kunnen worden. Hè? Europa is soms heel frustrerend omdat het traag gaat en het duurt lang voordat je een besluit hebt. Nu ging het heel snel. De sancties ook tegen Rusland, dat was echt een kwestie van een aantal grote pakketten binnen dagen soms. Mm-hmm. Maar wat ik wel interessant vind in de bijdrage ook van onze senaatsvoorzitter, is dat hij heel erg kijkt naar hoe hou je een parlement draaiende. Hij kijkt er een beetje als manager naar. Ik denk dat die bijeenkomst helemaal niet een bijeenkomst voor managers is, maar dat daar grote politieke vraagstukken op de agenda staan. Bijvoorbeeld, hoe zorg je dat je nationaal en Europees samenwerkt en dat daar goede parlementaire controle op is? Het gaat bijvoorbeeld over oorlog en vrede. Het inzetten van manschappen is iets waar onze Tweede Kamer over gaat. Maar je kan in Europa veel slimmer samenwerken, ook op het gebied van defensie. Nou ja, hoe spreek je dat af dat het ook goed gaat en dat daar voldoende parlementaire controle op is? Daar hoop ik tenminste dat het ook over gaat op die bijeenkomst. Ja.